Ik ben nu voorzitter van Team Ignite. We zijn een studententeam opgestart uit de samenwerking van Geop Lucid in december van het afgelopen jaar. We zijn op dit moment bezig met onze lichtinstallatie voor Glow 2018 te testen. Ja, die staat hier achter me. Nou, we zijn nu 5 dagen geleden begonnen met testen. In onze eerste instantie hebben wij geprobeerd de vorm een beetje een soort 3D-vorm te creëren, dat is nog een voorring. Maar ja, daar zijn we een paar dagen mee bezig geweest en nu blijkt toch dat we onder sommige weersomstandigheden de veiligheid toch een beetje tricky wordt. Dus we zijn er nu aan het opbouwen in een 2D-vlak om zo wat meer stabiliteit te creëren. En ja, proberen we nu uit of dat wel lukt. Daar gaan we wel vanuit gaan. Zou je kunnen uitleggen wat je zojuist gedaan hebt? Ik heb net met mijn handen gezwaaid bij de installatie hier. En ik stond links en ik zag dat wanneer ik mijn handen meer zwaaide, dat ik het licht veel sneller er doorheen kon laten gaan. Dus ik kreeg een hele andere. Ik had een hele andere invloed dan als ik gewoon niks deed. Vond je het leuk om te doen? Ja, ik vond dit super vet. Het is echt een heel gaaf project. Wat, hè?